Goedemorgen, goedemorgen vanuit Suti. Zeer zonnig. Paramaribo. Maar het is nu 8:15. Ik sta hier bij de rechtbank in Paramaribo aan de Montjenil-Wilfingstraat. Zometeen de hervatting begint van het strafproces, weet het. Ongoing 8 december. Strafproces. Met weer heel veel veiligheidsmannen op straat. Natuurlijk preventief zijn. Ik heb eigenlijk nog nooit calamiteiten gezien van de mensen die achter de verdachten staan. Maar goed, je moet preventief zijn. Dus ik ga even een stukje lopen en laten zien hoe de situatie er nog is. En we gaan zo naar binnen. En u weet als ik binnen ben, dus je telefoon moet je afgeven. Je mag niet met je telefoon naar binnen, niks naar binnen. Ook je tas mag niet mee. Eventueel een pen en papier, maar that's it. Voor de rest niks. Zero, zero, nada. Oké, we gaan even lopen. We staan aan de Wilfingstraat, even deze kant, waar er morgen Goedemorgen. Hey. Ik loop even aan het begin richting de Gravenstraat. Hoe heet het nou? De Henk Aronstraat. Even kijken. Ik weet niet, voor mij is het wel gewoon school. Want vorige keer werden dan de scholen zelfs gesloten. Nee, deze school is ook gesloten. De Paulusschool is gesloten. Nogmaals, ik snap dat je preventief bezig moet zijn als veiligheidsdienst. Maar hij heeft zich gelukkig nooit wantoestanden, ze hebben zich voorgedaan. Wel een beetje mensen wat schreeuwen misschien, of boos zijn dat ze niet door mogen lopen. Dat het is afgezet, maar verder is er niks aan de hand. Moet ik mijn perspas laten zien, heren? Nee, toch hè? Je weet dat ik de... Wat zegt u? Ik loop een stukje sfeerbeeld en dan loop ik weer terug. Ja, ja. Ik ben zo meteen in de rechtbank. Moet ik je laten zien? Even kijken. Dat is mijn perspas die ik heb gekregen. Mijn naam is Botsen. Dat voor mij als onderste in de rij. Eerste blad. Ik heb me aangemeld aan de voorkant hoor. U hebt zich aangemeld? Aangemeld, ja, ja. Ja, ja, ja. Kijk, ik heb mijn perspas gekregen om naar binnen te gaan straks. Dat krijg je binnen. Ik ben Radio 9, helemaal onderin denk ik. Radio 9, Gloria Botsen. Exact, kijk dus. Alsjeblieft. Dank u wel hoor. Goeiedag. Ja. Mensen even controle natuurlijk, want je mag niet zomaar hier lopen. Zoals ik al zei, we hebben nooit heb ik toestanden meegemaakt van de sympathisanten van de verdachten. Maar nogmaals, je zult natuurlijk voorbereid moeten zijn. Maar niet dat je naar achteren zegt, ja, Uno doet niks, Uno ben knap, langer genoeg manenschap. Maar eigenlijk is het elke keer, de weg wordt afgesloten, scholen worden gesloten. En ik kan wel verder gaan lopen hoor, om even wat te laten zien. Aantal... verder niet zoveel te zien, er zitten agenten. De weg is daar afgesloten. Als je door wil lopen, dan moet je laten zien wat je doet. En misschien is het wel handig als ik dit even om mijn nek sluit. Dan heb ik dus niet gedaan. Even voor mensen, mensen komen hier perspas. Ja, hier. En dan doe ik het om mijn nek. Dan, als ze me dan zien lopen, dan anders geef ik die mensen ook zomaar werk. Een beetje dom van mij. Zo Maxima zeggen. Een beetje dom. Oké. Okay. Ik doe niet pers pas om mijn hoofd heen. Oké, dan ben ik echt sinds wie ik ben. Dus dat ken je natuurlijk niet. Dat moet iedereen kennen. Ik zie de heer Kan Hij al zitten hier. Hij komt nooit aan deze kant. Ik denk dat hier zijn wel gewoon kantoren open.
Even kijken, met een Heidi keer terug. Hij parkeert eigenlijk altijd aan de andere kant, aan het begin. Nou ja, altijd kom ik dat hier, maar goed. De keren dat ik hier was, dan parkeerde hij altijd de richting daar. Dus hij staat nu hier. Oké, dat kan. Je mag ook er al staan natuurlijk. Mensen worden, als je hier naartoe moet, dan moet je ook even laten zien waarom je hier moet zijn. Oh nee, maar ik ken, hij gaat terug. En die gaat. Nou, als je hier is, dat je even laten zien vanuit de Gravenstraat. Zo hier. Prachtig mooi, hè, overigens. Het is Suriname toch mooi. Met onze prachtige basiliek. Tegenwoordig heet het basiliek. Dat is geen kathedraal meer. Je ziet het heel erg zonnig. Kijk je maar naar de mooie blauwe lucht. Prachtig, wat een mooie gebouwen. En word je gewoon weer spontaan verliefd op Suriname. Daar zie je ook weer andere mooie gebouwen en daar rij je dus richting de waterkant, zeg maar. Parlementsgebouw, zeg maar. En ik kijk zo met plezier naar hoe er schoon uitziet. En we gaan zo meteen die kant morgen even nog genieten hoor van dit mooie plaatje. Ik zal het genieten van. Je kan even een foto maken. Een soort een foto waard. Prachtig, prachtig, prachtig. Zie die mooie Suriname mensen. Basiliek erbij. Die wij kennen als de kathedraal. Hoe is het? Nee. Je mag niet naar binnen? Maar hoe moet je naar binnen? Wat bedoel je, mag niet? Je mag niet hier. Oh, heb je geen plek van? Jawel, maar je mag niet door. Je hebt het niet opgegeven? Nou, dat weet ik niet. Ik ben Finland, ik heb gebeld dat ik gewoon naar Suriname wil. Dat wil ik meestal wel. Ja, dus je bent speciaal hier gekomen in Suriname? Nou, niet speciaal, we hebben het nog allemaal. Maar het is dom geregeld. Dom geregeld, ja, ja man. Wat jammer. Maar ja. Vaak is het ook de dommigheid aan die kant. Hè? Klopt. Ja. Maar je kunt liever daar staan, hè? Je kunt liever aan de andere kant staan. Hè? Nee, daar ben ik al geweest. Nee, maar ik bedoel voor wat foto's maken betreft natuurlijk. Oh, nou ja, dit is iets. Maar hij komt nooit aan deze kant, hè? Nee. Nou, maar je weet maar nooit, hè? Je weet maar nooit. Ja, misschien dat hij nu. Maar ik zeg net, de heer kan hij wegrijden. En dan kan hij die wacht, die gaat dan daar parkeren. Dan kan hij was net daar. En die is gekeerd aan de andere kant. Maar ja. Kan hij is omgereden. Kan hij die kant teruggegaan. Hij was net in die blauwe auto. Oké, okay, ja. Succes. Ja, dat was een beetje sfeer. Ik, zoals ik al zei, als ik in de rechtbank zit, dat zijn de regels. Dan mag je niet met die telefoon en zo naar binnen. Morgen. Ja hoor. Ja. Ja hoor. En het is heel erg heet, dus daarom loop ik die kant niet. Dus dan ga ik even gauw hier de schaduw opzoeken. En dan loop ik dus nu richting de rechtbank. Waarvan ik verwacht dat van die kant dat de heer Bouters er komt, denk ik. Omdat de keren dat ik er was, dat hij altijd van die kant uitkwam en dan liep zonder zijn auto richting de rechtbank. Maar goed, het kan anders zijn vandaag. En natuurlijk, of hij komt, weten we natuurlijk ook niet. Dat is ook wel altijd spannend. Nou ja, spannend, maar afwachten, om het zo te zeggen. Afwachten. Je ziet er genoeg. Blauw op de weg. We hebben hier ook blauw, dus ik kan ook zeggen blauw. Ik denk dat zeggen we in Nederland natuurlijk. Er is genoeg blauw op de straat, maar het is iets anders. Omdat wij Het is
ze praten daar met iemand, zie ik, de collega's. Ik weet niet met wie. Ze praten met elkaar. ABC is er, Stanius is er, Herald is er. Want we mogen ook niet op het terrein met ons beeld, zeg maar. Je moet echt buiten zijn met je beeld. Nou goed, meestal als de advocaat naar buiten komt, dan staan we daar ook vragen te stellen. Gerald met een drone, is het een drone of dit? Oh nee, het is geen Gerald. Het is een shot die meneer neemt. Morning. Huh? Is dat naar binnen? Ja. Oké, dan ga ik ook naar binnen. Oh, de heer Bouters is dan geweest, mensen. Ik moet dus eruit. En dan ga ik naar binnen om te kijken wat er aan de hand is. Ik heb hem net gemist. Jammer. Nee. Hoe je het allemaal weer eruit ziet. Oké, later.